Elk kind wil natuurlijk uit logeren, maar voor kinderen met een beperking kan dit lastig zijn. Daarom opende Zerelo een logeerhuis op Woonzorgpark Noorderhaven. Speciaal voor kinderen met een meervoudige beperking. Ja, hoe het hier zo gekomen is, is dat er behoefte was aan logeerhuis, ook voor kinderen met een meervoudige beperking. En die behoefte, die hoorde u van de ouders? Kijk, logeerhuizen zijn niet nieuw. Die zijn er wel meer, ook bij ons. Maar juist vanuit de ouders die een kind hebben met een meervoudige beperking, dus dan moet je ook denken aan meer verzorging, rolstoelen, tilliften, nou ja, alles wat daarbij komt. Die ouders hebben aangegeven van wij willen heel graag dat er ook een logeerhuis voor onze kinderen komt. Ja, wij bieden hier logeeropvang van vrijdagmiddag tot en met maandagochtend. De kinderen komen dan en we zijn hier dan het hele weekend, dus wij helpen ze de hele dag door. Kinderen met een ernstig meervoudige beperking die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, intensieve zorgvraag. En het zijn kinderen van 4 tot en met ongeveer 18 jaar, dat is geen harde grens. We proberen dat tussendoor lekker te bewegen, naar buiten te gaan, naar de boerderij die we hier op het woonzorgpark hebben. En andere activiteiten te ondernemen. De logeerweekenden zijn ook voor ouders erg welkom. Wanneer de kinderen uit logeren zijn, kunnen zij even op adem komen en aandacht besteden aan de rest van het gezin. De kinderen worden steeds groter, hè, dus de zorg wordt zwaarder. Maar de draagkracht in zo'n familie, hè, de opa's en oma's worden ook ouder, die neemt af. En we willen toch dat deze kinderen zo lang mogelijk kunnen thuis wonen. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel. Dat het ouders ook even ontlast in de thuissituatie. Kinderen er even uit kunnen en gewoon een leuk weekend hebben. En op die manier denken we gewoon een goede aanvulling te kunnen bieden in het aanbod wat wij hebben voor onze doelgroep kinderen en jeugd. Uw zoon heeft hier inmiddels een aantal keer gelogeerd. Hoe beviel dat? Ja, het bevalt eigenlijk hartstikke goed. Het was wel eventjes wennen in het begin, voor allebei natuurlijk. Dat je zoon hier achterlaat, is toch eventjes een beetje gek. Ja, wij hebben nog twee zoons. En nu kunnen we ook met hun even leuke dingen gaan doen. En dan heeft hij de zorg die hij nodig heeft en wij kunnen dan dagjes weg. Kijk, wij hebben hier al heel lang naartoe gewerkt. We willen ook wel eens met de rest van het gezin gewoon wat kunnen ondernemen. Want ja, Juri die gaat ondermiddag sowieso altijd nog slapen. Dus dan is het moeilijk om even een dagje weg te kunnen. En dat kunnen we nu dus ook gaan doen. We hebben het allemaal leuk, zeg maar. Dus, het is alleen even wennen dat hij dan er niet bij is. De eerste weekenden konden we zien dat hij toch wel erg moe was. Dat het toch wel heftig was om een heel weekend weg te zijn. Maar dat gaat inmiddels gaat dat super. Jullie gaan nu de vijfde week in. Hoe zijn de ervaringen tot dusver? We hebben wel wat hobbels tot nu toe, maar dat is logisch, want het is een heel nieuw team. Die moeten elkaar leren kennen, ze moeten de kinderen leren kennen. De kinderen zijn zelf ook nog een beetje zoekende. Maar tot nu toe gaat het goed en komen de kinderen met plezier en dat is toch het belangrijkste.